Hoe gaat het eigenlijk? Gisteren en vandaag nog niet zoals we willen. De eerste twee dagen waren goed en degelijk. Dus de komende twee dagen gaat het hopelijk weer heel goed. Wat is dit voor zesdaagse over het algemeen? Je eigen prestaties, ja, wisselvallig, goed en slecht. Maar het lijkt wel alsof het harder gaat dan normaal. Ja, het komt meer omdat we denk ik in de breedte een heel sterk veld hebben. Normaal steken er altijd vier koppels bovenuit. En hier zijn het er wel zes, zeven of acht man die echt koersen. Dan gaat het veel harder in de breedte. Maar is dat ook echt jouw ervaring? Heb jij het idee, het gaat sneller dan ooit? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik kan niet zo goed onthouden hoe het nou vorig jaar was. Maar wel het idee dat ik meer afgezien heb dan vorig jaar, ja. Nu heb je al aardig wat zesdaagses meegemaakt. Er is natuurlijk ook wat veranderd in de sport. Hè. Vaak gaat meer nu op de macht misschien wel. De versnelling is geloof ik ook zwaarder geworden. Of is dat zo? Ja, de meeste wel. Ik rijd nog vrij klein in vergelijking tot de meeste. Maar het is de sport wel iets veranderd. Je hebt veel grotere versnellingen. Maar ik denk als je klein kan rijden en je kan daardoor volgen dat je het makkelijker volhoudt. Maar dat maakt wel een verschil. Dat mannen die misschien meer macht hebben, een Kloege of een Van Schip, die komt dat goed uit misschien wel. Ja, die komt dat heel goed uit. Enig voordeel is dat het een klein baantje is. Dus dat je lekker draait, dat scheelt wel. Op een grote baan had ik sowieso ook groot moeten gaan. Mij als outsider verrast het wel hoeveel wisselingen er eigenlijk zijn bovenin. Ik dacht na de eerste dagen, nou, deze top 3 kan het misschien wel eens blijven. Maar het lijkt alsof alles nog steeds open ligt. Ja, het kan heel raar lopen. Ik heb hier wel eens een jaar gereden. Stond ik de hele week 7e, 6e. Toen werd ik uiteindelijk 3e of 2e. Dus dat kan alle kanten op. Wij staan nu ook 7e ineens. Terwijl we begonnen vooraan. Dus het kan nog alle kanten op. Nog geen paniek? Wel een klein beetje, maar we moeten wel rustig blijven. Is er wel één koppel nu dat er voor jou bovenuit steekt? Op voorhand zei je natuurlijk Terpstra-Keizer, daar ging het over. Maar ze kunnen aangevallen worden. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, Kloege en Reinhardt zijn niet voor niks wereldkampioen natuurlijk. Ik denk dat die wel echt de sterkste zijn. Keizer Terpstra vond ik vandaag ook heel erg goed. Dus er zijn wel meerdere. Ik bedoel, de Ketel en Gijs komen er ook een beetje door. Ja, zo kun je door blijven gaan. Ja, het zijn er veel, hè? Ja, daarom. Ja, ik bedoel, ik vergeet de Buisten en Van der Sanden. En ik vergeet Jan Willem en Moreno. Dus ja, het is niet te doen. Ja, het is wel mooi dat het echt spannend is. Ja, dat wel. Maar het mag voor mij ook wel iets minder spannend als ik bovenaan zou staan.